De CAO-medewerkers van het Sint-Vincentius ziekenhuis hebben vanmorgen het werk neergelegd. De medewerkers zijn naar het ministerie van Volksgezondheid gegaan, waar ze een petitie aan minister Antoine Elias hebben aangeboden. Voor de medewerkers is de maat nu echt vol. Ze hebben overbruggingstoelagen en vakantiegeld over de afgelopen 3 maanden niet ontvangen. Verpleegkundige Jurgen Lansdorf zegt dat het niet alleen gaat om het niet ontvangen van deze tegoeden, maar ook de middelen om het werk te vergemakkelijken en dat zorgt voor stress. Lansdorf zegt verder dat de leden het niet meer accepteren dat de regering en de directie brandjes blussen, want dat doen ze al een hele tijd. Maar we hebben gewerkt, toch? En ik bedoel, als we gewerkt zijn, we zijn geen filantropen. Toch? Dus we kunnen ook niet voor gratis en niks een hele maand, een heel jaar door in werken. Toch? Dus dan moeten ze gaan kijken waar ze dat geld vandaan gaan halen om ons te betalen. Want wij hebben ook onze verplichtingen. Het verplichting dat we aan het ziekenhuis hebben, is dat we eten hebben afgelegd. We komen en we doen ons werk. Wel, het is hun taak als directie om ons te betalen. Het is het minimale dat we willen, is de goede waar we recht op hebben. Niks anders. Het ziekenhuis is niet zo lam, maar... alles draait nu eigenlijk op een heel laag pitje. De polis zijn wel allemaal een beetje gesloten. Wat onderzoekingen kunnen niet gedaan worden, omdat eigenlijk het gros van het personeel in actie is. De medewerkers benadrukken dat zolang er geen structurele oplossing komt, ze in beraad blijven. Manoush Hindori, directeur van het RKZ, zegt dat het ziekenhuis niet eens geld heeft om aan deze verplichtingen te voldoen. De directeur zegt dat je niets anders kan doen dan begrip hebben. Maar het lastige is dat het via een actie moet gebeuren. Daardoor komt er een verstoring in de dienstverlening en hier wordt met patiënten gewerkt, geeft Hindori aan. Gelukkig hebben we goede afspraken daarover gemaakt met de bond. Patiëntenzorg gaat altijd voorop, staat voorop. Maar wat ik eigenlijk het liefst had, was dat er acties in, bijna kan je noemen, gradaties aangekondigd worden. Dat je niet in één keer, laten we zeggen, alles platlegt en geen dispensatie verleent. Dat is in mijn ogen een verregaande vorm van actie voeren. Ik zou het prettiger vinden als mensen zeggen, we beginnen bijvoorbeeld bepaalde tijdstippen, voeren we actie en daarna gaan we terug naar de afdeling en zo. Dat is nu niet gebeurd. Men heeft gisteren gezegd, nee, we gaan massale actie en geen dispensatie. Dat vind ik minder. Ik heb het ook gisteren aan het personeel gezegd. Ik ben naar ze toegelopen. Ik heb een beroep op ze gedaan om de patiëntenzorg te garanderen. Dat hebben ze me wel verzekerd. Ze hebben gezegd, directeur, wij zorgen voor de patiënten, maar u moet ook voor ons zorgen dat we brood op de plank hebben eind van de maand, dat we krijgen waar we recht op hebben. Nou, dat hebben ze dan vandaag ook weer persoonlijk verwoord naar aan de minister toe. Ze zijn van het ziekenhuis uitgegaan naar de minister. Wat moet je zeggen? Moet je ze dat verbieden? Dat is ook lastig, want je verzaakt ook als werkgever. Dus... zeggen, oké, misschien is de oplossing inderdaad bij de minister. Alus Manoush Hindori, directeur van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Hij sprak vanmorgen over de actie die de medewerkers van het hospitaal voeren. Er is een achterstand van meer dan 3 maanden van de overbruggingstoelage en vakantiegeld. Minister Elias heeft toegezegd dat de CAO-medewerkers hun achterstallige geld zullen ontvangen.